Bleker was in Brussel om geld los te praten, in Moskou om de Russische markt weer open te krijgen en in Wouwse Plantage om Peter Nauws in de ogen te kijken. Ik verwacht niet dat hij met een dikke portemonnee komt om mij even het probleem te laten, maar ik waardeer het wel. Om twee redenen. Hij vertelt mij wat hij gaat doen en ik kan hem voeden wat wij ervan vinden. Geen dikke portemonnee, maar toch wil Bleker wel proberen te voorkomen dat de tuinbouwers failliet gaan. Zo is er een garantieregeling. Mocht hij behoefte hebben om bijvoorbeeld zijn aflossing uit te stellen met een jaar, dan kan hij in overeenstemming met de bank en met steun van de Nederlandse overheid kan hij zo'n uitstelregeling krijgen. Maar dat geeft een beetje lucht. In de tweede plaats, ik denk dat begin volgende week al de Europese marktmaatregel van kracht wordt. Dat kan betekenen dat hij ook een redelijke prijs krijgt voor de producten die niet naar de markt gaan, maar die afgevoerd moeten worden. De familie Nauws kijkt uit naar die vergoeding vanuit Brussel, want de verliezen zijn groot. Dit kost, ik heb het straks al, dat hoef ik niet meer te draaien, kost 40.000, 45.000 euro per week op mijn bedrijf. En dat heeft grote impact op de familie. Je wil niet dat de kinderen zich grote zorgen gaan maken. We zien toch ook die container met komkommers staan? Ja, en ze zeggen van gaat het nou echt zo slecht? En dan zeg ik van ja, het gaat niet goed, maar maak je nog geen zorgen, want we weten niet hoe het af gaat lopen. Henk Bleker zag al die komkommers en ging in gedachten terug naar de kookkunst van zijn oma. Dan kwam er zo'n schaal op tafel met twee komkommers, mooi gesneden. En daar had ze dan een beetje honing over en nog iets. Man, we aten ons er echt helemaal kapot in. Het is gewoon zo'n mooi product, weet je. 5 cent per komkommer nu, hè? Ja, maar dat is veel meer waard. Bleker kan de komende weken volop komkommers eten, want hij kreeg een hele doos mee van de familie Nauws. En we blijven ons best doen.